Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en tijd voor onze wekelijkse videoblog waarin ik jullie alles uitleg over boten, motoren en trailers. En vandaag ga ik alles vertellen over de Zee26. Wij zijn recentelijk importeur geworden van Zeemarine. Zeemarine die is niet gevestigd in Nederland, maar die zit in Libanon. En daar bouwen ze al enige tijd hele grote jachten. Maar omdat we in Nederland niet zoveel hebben aan grote jachten, aangezien we Leiden hebben, Amsterdam, dan kan je alleen maar met kleine bootjes doorheen. Hadden ze de wens om voor Europa kleinere boten te bouwen. En dat zijn de Zeemarine Tenders geworden. De Zee26 is standaard al heel erg compleet. Zo zitten er enorm dikke kussens in de boot. En zeker als je een hele dag op de boot moet zitten is het wel heel erg fijn. Zowel in de rug als in de zit heb je goede steun. Ook is de standaard voorzien van een teakvloer. Maar liefst 8 mm dik. En een echte teakvloer, ja, dat maakt toch een beetje de jeu op een boot. Ook zijn er tal van details op de boot die hem echt heel bijzonder maken. Kijk bijvoorbeeld naar deze RVS venderhouders. Verder beschikt deze strakke tender over een overvol dashboard. Hier vind je onder andere de cockpit lights. Dat geeft een sfeervol tintje aan de mooie avonden. Ook vind je hier de navigatieverlichting, zodat je zichtbaar bent voor andere boten als je s'avonds aan het varen bent. Ook vind je hier de blower en de toeter. Die maakt een hoop herrie en het is goed voor als je in Amsterdam aan het varen bent als het erg druk is. Je vindt hier ook de bilgenpompen. Dat zijn pompjes onderin die eventueel condenswater naar buiten pompen. Je ziet hier ook het dashboard van de motor. En die geeft het onder andere het toerental weer. Geeft de spanning aan van de accu. En hier kun je ook de motor mee aan- en uitzetten. De brandstofmeter. En de roerstofmeter ontbreken uiteraard niet. Onder mij bevindt zich de dieselmotor. En de dieselmotor is ingebouwd in de motorkist. Bovenop de motorkist zit tevens een dik kussen, zodat ook hier een extra zitplek gecreëerd is. Als je dit kussen weghaalt, creëer je een tafel. Als je deze omhoog doet, door middel van een slot, kom je in de motorruimte. Deze boot is uit te voeren met motoren vanaf 27 pk tot en met 110 pk. Ook vind je een hoop opbergruimte op dit schip. Helemaal voorin zit het ankerluik. Ankerluik bevindt zich hier. Het luik erachter, daar kan je verschillende dingen mee doen. Je kan bijvoorbeeld je coolbox erin zetten, maar ook je venders. Dat is gemakkelijk te openen. Ook onder de bank, waaronder ik nu zit, zit opbergruimte. Zowel aan deze kant als aan deze kant. En helemaal achterin vind je een hele grote opbergruimte waarin je al je spullen kwijt kan. Ik lig hier regelmatig te zonnen. In de winter helaas wel onder de TL-balken, maar zomers lekker op het water hier in de Oude Rijn. Wat het mooie aan dit zonnedek is dat het verstelbaar is. Althans, de rugleuning. De rugleuning kun je gemakkelijk verstellen door middel om ietsje omhoog te halen. Je moet je boot natuurlijk kunnen afdekken. Nou heeft Zeemarine dat heel erg gaaf gedaan. Dit noemen ze een flexible window cap. Een flexible window cap is eigenlijk een normale buiskap waarvan het raam kan blijven staan. Dat vereist wel een aparte constructie, maar dat hebben ze heel erg goed opgelost. Als je aan het varen bent, en zeker 's avonds, kan het wel eens wat kouder worden. Als je dan zo'n kapje hebt, dan zit je toch lekker goed beschut. En door middel van een rits wat zich op deze buitenkant bevindt, kun je de hele kap bevinden. Een zwemplateau is niet voor niks een zwemplateau, want die gebruik je om te zwemmen. En daarop hoort een zwemtrap. Maar om dit zwemplateau vrij te houden van zwemtrappen, hebben wij een inbouwzwemtrap ingebouwd. Die vind je hier. Als je op die knop drukt, dan gaat dat zwemtrapje open. En dan moet je wel uitkijken voor zeehonden. Je moet wel uitkijken voor zeehonden, maar je bent wel in het water. Je ziet, is hij in allerlei kleuren leverbaar. We hebben voor volgend jaar hebben we al 3 kleuren ingeslagen. Een witte, een zwarte en een grijze. En die boten die zijn op dit moment alle 3 nog beschikbaar tegen een hele mooie, scherpe prijs. We hebben nu nog een hele witte staan met grijze kussens. We hebben ook een zwarte staan.
lichtbeerskussens. En deze twee boten zijn allebei uitgevoerd met een 33 pk Vetus. En we hebben ook nog een hele grijze staan. Met Taupe-kussens. En hier zit een 110 pk Yamaha in. En dit is wel het snelheidsmonster van de drie. Als er nou eentje voor jou tussen zit, kom even langs in onze show en dan vertel ik je daar alles over. Dit was ons videoblog voor deze week. Volgende week vrijdag zijn we weer terug met een nieuwe video over soepen, tenders, motoren en trailers. Dus laat ons weten wat jij wil zien.